ja. Aansteken. Oh. Ja, Matt, ja, ja, ja. Ja. Thank you.
Stop! En goed. Pim. En volgende shot. Check the gate. Hij is oké. Ander standpunt. Voel eens. Is dat normaal? Volgens mij ben je verliefd. Nou, ik zou maar bij de raad de buurt blijven als ik jou was. Wat is dat? Je bent nat, schat. Otto! Waarom ga je niet gewoon naar haar toe? Ik? Ja, of heb je al met haar gesproken? Nee, jij? Het schijnt dat ze getrouwd is. En hij komt weer niet door de deur, hoor. Eikel. Is het ja. Toch? Wat is dat? Oh, dat is een plastic bekertje, maar dat ziet niemand. Ja, als ik het zie, ziet iedereen het, toch? Als je de jongen beter laat spelen, dan ziet niemand het. Hé? Wat is dit nou? Microfoon in beeld. Doe dat in de film, dan heb je als een pop in. Dat wil ik helemaal niet maken. Dan had je een andere acteur moeten nemen. Bingo, we zijn al een dag achter op het draaischema. Kinderen, rustig. Jongens, ik ben weg. Ik ga onze stijl halen en alles zal rechtkomen. Zat die jongen niet in Flodder? Nee, hij zat nergens in. Dat is juist het goede. Ja, of niet natuurlijk. Zeg, wat doe jij allemaal? Ik? Dat is een leuk ding. Wat? Die meid, man. Dat is een lekkere ding. Is er niks voor jou?
Hoi. Na lach komt ach. Onze buurman heeft niet echt voor opgestaan toen de hoofden werden uitgedeeld. Luister. Als ik jou één vinger zie uitstikken naar mijn dochter, hak ik ze alle 11 eraf. Duidelijk. Kom mee. Een ogenblikje, alstublieft. Een ogenblikje, alstublieft. Een ogenblikje, alstublieft. Stop, stop en stop. Hè? Je bent vergeten het karton in te snijden. Kijk dan. Ik dacht dat wij hadden afgesproken dat je niet meteen op dat ding zou staan. Meteen? U staat op mijn voet. Chloe, mag ik je even aan een paar heren van de weekblad voorstellen? Jongens, deze jongens zijn namelijk niet op de weekblad. Ik heb champagne. Nou, jij mag ik hebben? We gaan eventjes een foto maken. Hier is die. Mag ik de bloemen? Dankjewel. En smile. Ja, leuk. Lachen, Sarazani, weet ik veel. Ja, lachen. Ja, meer. Ja, leuke. Als je nog lang wacht, dan hoeft het niet meer. Ja, jongens, we kunnen weer. Hey, je bent wat meer nerveus. Nee. Er komen vandaag nog een paar belangrijke opnamen, dus let op. Niet meer in de lens kijken. En als er iets misgaat, gewoon doorspelen. Iedere opname kost kapitaal en we zijn aan de dag af. Je moet. Wees lief voor het meisje, bang voor je tegenspeler. Leef je in, doe je best. Stilte. Geluid. Loop. Voor het 11e tweede. Camera. Loop. En actie. En verder. Voor mij mag je nog een keer. Je staat op de achtergrond, geloof me, het is goed. Take 4. Actie. Goed. We hadden hem en hebben hem nogmaals. Deze jongeman hier is Boy Koopman. Pim. Koopman, hij speelt de hoofdrol. En vooral van opzij, heeft u misschien al gezien, is het een perfecte reïncarnatie van Buster Keaton. Hij is een beetje onervaren, maar daar helpen wij hem wel doorheen. Hè? Buster, hoe gaat de samenwerking? Nou, laten we daar even op een praat in het hoekje. Hè? Even, als je hebt genoeg mee. Het is een jongen. Heren, mag ik u dan even introduceren? Dit is de nieuwe Nederlandse Sylvia Crystal. Eindelijk is zij daar.
En als ik me niet vergis, en ik vergis me niet, dan wordt dit het kassucces van de Nederlandse filmindustrie in de jaren 90. Glowe Saphir, zeg. Dit meisje heeft een naturel, een uitstraling en een presence, présence, waar niemand omheen kan. En ik vind het persoonlijk om vrouw in te wijzen. Ah, dat mag nog niet. Heb je hem? Nog eentje voor mezelf. Nee, nee, nee. Pim! Pim! Staat er met het dak? Oh, is goed hoor. Stijf, wat stijf. En wat nu? Dan somt die hele toiletzennenschap. De Tori, die heeft nou met die koor zitten poepen. Ah, jongens, wie heeft nou die flauwe grap uitgehaald? Nieuwe versie van het script met een nieuw eind. Een happy eind, ja, of niet soms? Hop, jongens. Even de toch een frisse neus. Hey, gebruik dit nou, jongens. Klaar? Ik zit hier al in. Heb jij wel eens geacteerd? Nooit. Goed, oké, okay, kom maar mee. Oké, repetitie. 4B1, Exterior Tankstation Dag. De zon staat hoog aan de hemel als Boy zijn tankstation uitkomt. Aan de andere kant van de weg is onder het opschrift benzine 37 cent een kop koffie geschilderd. En daaronder staat bij volle tank gratis koffie. Voor niks gaat de zon op. Dat noemen we toch geen tank? Een tank? 30, 40 liter, dat noem ik een volle tank. Je komt hier voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Ja, pak je biezen, oliebol. Ja, ja. Gooi maar een pet. Ja, dat is klontje kan je krijgen. Dat is een tank! Dat is een tankie! Zo, die is leeg. Ja, behoorlijk. Een halve. Een halve? Zeg, schatje. Kan ik me ergens opknappen? Moet dat? Het is warm hier, hè? Ja. Zeg, kan jij water bijvullen? Olie ook nakijken?
je? Hij lijkt precies op Buster Keaton, vind je niet? Wat een schatje! Waarom fluistert hij zo? Ze fluistert niet, ja. Dat was prachtig. Oké, goed. Dat schrikken, dat mag iets meer. Dat meisje is geen machine die je naar believen harder of zachter kunt zetten, Otto. Iets meer. Trek het er niet aan. Ik heb nog wel ergere regisseurs meegemaakt. Otto, nog een kleinigheidje. Die man hoeft toch niet elke dag die rare pet op. Ik voel me erg ongemakkelijk in dat ding, hè? Eerst dat bruin op je lippen, nu weer die pet. Is er nog iets dat je wil schrappen dat je onsympathiek maakt? Volgens mij heeft die man geen gouden tand. Kijk eens even. Waar is die kachelpijp? Hallo. Die is kwijt, sorry. Ja, goed. Technische repetitie. Attentie. Ogenblikje. Klaar voor actie? En... Oh, ik zeg, is het gras soms groener daar, ja? Ik heb niet het gevoel dat die man dat zegt. Is het niet beter als ik zeg, waar kom jij vandaan, ja? Nee, is geen spreekwoord. Geen spreekwoord. Geniaal idee, man midden in de woestijn die in spreekwoorden praat. Let maar op, dat gaat eruit in de montage. Laten we beginnen. Die pet, dat is niks. Ik doe hem af. Ik word er gek van. Nee, die pet die blijft op. En het ijdele gedoe van jullie niks ervan. Die pet op. Hup. Pet op. En we gaan draaien. Jongens, laat het weg. En attentie voor opname. Theo, we gaan draaien. Ik ben nog niet klaar. Ja, draaien we nou als jij klaar bent of als ik klaar ben? Een minuut geleden heb je nog staan meten. Eisen smelten. Geluid. Loop. Camera. Stop. Joop, haal even die tape van dat bord. En actie. Loop. Is het gras zo groen dat wanneer ik de volledige tekst wist, wij met z'n allen gezellig een potje konden gaan voetballen? Sorry. Stop. Stop. Actie. Zeg, schatje, is het gras soms groener daar? Stop. Gert, je slijmt te veel.
Dat ijsje, moet ik dat eigenlijk wel gooien? Ik voel dat die overgang moeilijk ligt. Misschien zou je wat minder moeten voelen en meer doen. Geef een acteur een motief en hij doet alles. Script gelezen? Een en al motief. Ja, maar je regisseert niet. Je bent het monteren. Je bent een shotjesverzamelaar. Je bent een ambtenaar. Je spaart postzegelswaaier. Is dat fout als je een film maakt? Ho, ho, ho. Geen discussies. Volgende take. Dacht ik wel. Ja, nou ben ik de draad kwijt. Wat was mijn tekst? Is het gras soms groener daar? Zeg, luister eens naar mij, kleine snotneus. Ik zit 20 jaar langer op de play dan jij. En jij gaat mij vertellen wat ik moet doen. Oké, tensie, opname. Geluid, loop. 267, de tweede. Camera, loop. Waar kom je vandaan? Stop! Derde. Actie. Is de pet soms groener daar? En stop! 268, de eerste. Let op het schrikken en actie. Is het gras soms groener daar? Dat gooien, ik voel het gewoon niet met hem. Voelen, niet voelen, niet voelen, voelen. Doen! Pakken en gooien. Ik doe het niet. Doet het niet? Iets film is het nou eigenlijk, de jou of de mijne? Kom maar. Ga je naartoe? Oké, jongens, even rustig. Pauze. Kom wel terug, komt in orde. Die jongen speelt geen lulletje, die jongen is een lul. Een lul met een hoofdletter L. En die haalt mij volkomen uit mijn spel. Zo, dat schiet op. Wat nu? Jij trekt je nergens wat van aan, maar je laat het niet bezitten. Integendeel. Boy blijkt zijn hele huis opgeruimd te hebben. Aan de overkant is Borst bezig een motelletje te bouwen. Het meisje komt bij Boy op bezoek om een zaag te lenen. Juist. Kunnen we het scènetje met het meisje nu draaien? Ben je helemaal alleen? Heb je geen vriendin? Nee, alleen. Ja. Mijn eerste vriendje was 20 jaar ouder dan ik. 20? Zoals je vader? Nee. Nou, ongeveer zo oud. Sonny. Kopje thee. Wil je ook een kopje thee? Wacht, suiker. Hij had dezelfde ogen, weet je dat? Wie? Het vriendje. 20? Nee, 2. Jij rookt zeker niet? Tuurlijk wel, tuurlijk wel.
Poef. Heb je het koud? Nee, nee. Het is Sunny. Hey! Ze geen pijn doen, ik wel een beetje doen alsof. Je moet het er echt uit laten zien. Oké, jongens, hond weg. Til. Neem op, Pim. Close up. Leuk. Goedje te zien. Goedje te zien. Kijk eens. Oh, jeetje. Had je niet hoeven doen? Ja, nou, had je ook. Oh, jij bent dus... Jij bent dus dat meisje waar ik zoveel van gehoord heb. Ja. En dan valt het een beetje allemaal. Ja, prima. Leuk. Ik zie geen pijn. Zie je nou, dat is het. Voel je hem nou? Dat wil ik hebben. Oké, jongens, draaien. En tempo. De opnamen van de filmboy zijn in volle gang. Ze worden echter gekenmerkt door grote problemen. Zeg, is deze beter? Ik snap. Dat bedoel ik nou. Hè? Zie je wel? Echt niet eng, Tony. Kijk maar, mag kunt ik je zo vragen? Kijk maar, kijk. Oké. Okay. Oh, een beetje draaien, jongen. Kijk maar, kijk. Okay. Ik kon je zeggen. Kijk. Oké. Nee, zo'n man scheert zich dus niet. Waarom niet? Die man kan het toch wel afhalen, die baard kan wel eens schoon. Zuur niet zo over die baard. Die bukkels onder die baard. Hier, ach, eindelijk thuis. Even gediscussieerd van die acteurs. Volgens mij kan hij er zo af en er zo wel op vaart. Vraag Julia. Julia, oké. Okay. Julia. Julia, kom. Julia. Kom mee. Die baard. Nee. Die kan het toch zo af en zo erop. Die plakt eigenlijk zo erop, die baard. Hoe geeft die baard? Nee. Hoe vindt u het om met een acteur als Gert samen te werken? Sorry, ik ben even de draad kwijt. Wat was de vraag? Hoe vindt u het om met een... Otto, kom eens hier. Denk jij hiermee weg te kunnen komen? Er is niks happy aan het einde. Het is één grote droevenis. Wil jij de mensen zo naar huis sturen? Weet jij hoeveel mensen er naar de bioscoop moeten komen willen uit de kosten raken? Ik eis dat jij een nieuw einde schrijft. Begrepen? Zijn die beestjes van jou? Ja. Hebben ze een naam? Testudines et Gelonia. Wat? Ben je in schildpadden geïnteresseerd? Ja. Ben je klaar? Ja.
Waar ga jij naartoe? Een stukje eten. Het is helemaal niet klaar nog. Ja, maar wij wel. Geef niks, geef allemaal niks. Jij hier. Ga gewoon door met de volgende scène. We verzinnen wel wat zonder hem. Gauw? Ja, pa? Gauw? Ja, pa? Ja, verdomme kerel, waar zit je? Zeg, lamlul, wat kom jij hier doen? Mijn zaag terughalen. Wat zijn dit voor brieven? Ik heb gezegd dat je geen vinger naar eruit mag steken. Je denkt snot voor jongen naar de hand. Naar binnen! Zal ik jou nou eens ongezouten de waarheid zeggen? Er zijn hier twee ogen te veel. Ik weet dat je het buskruis niet hebt uitgevonden. Maar je hebt wel een erg hard bord voor je kop. Ik had je toch gezegd dat je niet in de buurt mag komen van mijn oogappel. Mijn schattenman. Mijn kuil, hè? Zal ik die vingers dan maar afhakken? Want je probeert een zand in de ogen te strooien, Picky. En een oor aan te naaien. Je bent een blok aan mijn been. En je solliciteert naar een flinkpak op je zoon. Dat doet u niet nog...
Volgens mij hebben we een klein probleempje. Die man is invalide, die kan toch nooit staan? Flik die me nou! Dat bedoelde hij natuurlijk met leuke verrassing. Ah, wat leuk. Ontzettend leuk. Bijzonder leuk. Echt gek van die acteurs. Blij nog eens terug, Dinges, hoe heet je? Nooit uit, het is maar één shot. Nee? Nee, dat kan niet. Draai je het dan over? Ja, zegt de producent, ziet me aankomen. We zijn al een dag achter. En bovendien heeft hij jou niet gevraagd om eerst een nieuw einde te schrijven, Otto. Ja. Zeg, ik zal wel een oude lul zijn, hoor. Maar als ik dat zo in de film zie, dan vind ik dat gezeur tussen de jongen en dat meisje wel erg lang duren. Kunnen we die concurrentiestrijd niet wat uitbouwen? Het begint nu. Ik wil juist nog meer van die twee samen zien. Ja hoor, daar hebben we sentimentele Jopie weer. Kun je die twee dingen, die concurrentiestrijd en die verliefdheid, niet in één scène combineren? Ja, dan is de film afgelopen. Ja, en dan vloeien we hier. Dat bos dat gewoon. Niks mee te maken. Het werkt, daar gaat het om. Doorgaan en wegrennen. That I am. I want to tell you.
Cut. En stop. Check the gate. Nooit op mensen richten. Ook al zijn het losse flodders. Weet je zeker dat het losse flodders zijn? Tuurlijk! Kijk. Jongens, sla aan de camera. Deze is terug. Ja, dan moet die over. Jullie hebben hem van alle kanten, jongens. Volgens mij moeten we verder. 5 dagen. 5 heb je om in te lopen of om te schrappen. It's up to you. Heb je de studio al gewaarschuwd dat we uitlopen? En jullie gebruiken veel te veel materiaal. Ja, ja. Het is begonnen. Het is begonnen! Oh, het is begonnen! No. Ja, zeg het maar. Wie rookt hier nog? De opname van de filmboy is in een volle gang. Ze worden echter gekenmerkt door grote problemen. Absolute nonsens heeft hij bedacht. Ik heb niets tegen absurdisme, maar er moet een bepaalde logica in zitten. Je gaat toch geen tankstation bouwen op een plek waar niemand langskomt? Ik trek het juist weg uit de drukte van de stad naar deze desolate plek om de confrontatie en de competitie puurder en duidelijker te laten zien. Ik zei, Otto, er zijn bepaalde dramawetten. Langzaam opbouwen. Al onvoorstelbaar dat ik als acteur dat tegen de regisseur moet zeggen, maar ja, hij is goed in het verzamelen van mooie plaatjes en visuele grappen, maar hij motiveert op geen enkele manier. Nou, ik persoonlijk ben erg blij om weer samen te werken met Gert. Onze samenwerking heeft altijd hele goede producten opgeleverd. Blij. Hij was blij. Nou, dat ben ik ook, ja. Ontzettend blij dat ik me in deze rotfilm heb laten luizen. Zeur toch niet zo over die stoppelbaard schouwen. Hou nou eens een keer mee op. Het houdt ook op. Ijdele gedoe van die acteurs. Hitchcock heeft zijn acteurs eens bestempeld als vee. Maar voor waaier ben ik niet meer dan een requisiet. Ik had je toch gewaarschuwd Gert niet meer te nemen? Jij bent gewaarschuwd? Je hebt gezegd hem te nemen vanwege de financiering. Oké, als je zo over denkt, dan slaan we hem. En dan draaien we al zijn scènes over met een andere puur. Ja, en dank je dat wij er geld voor hadden. Daar gaan we weer. Het is nooit de rol die me van een goede prestatie kan afhouden. Als ik eenmaal ja heb gezegd, dan zijn het alleen dingen buiten mij om die de boel kunnen verpesten. Ja? Dus een kostuum wat te strak zit, de onkunde van de regisseur, blunders van een tegenspeler. Sorry, ik ben even de draad kwijt. Wat was de vraag? Mijn tegenspeler is een scheet van een knul, maar geen acteur. Heeft geen ervaring, dus ik moet de acteurs inspireren, de film en de regisseur, want ik acht de regisseur niet in staat om zelfstandig één idee te bedenken. Hij jat alles uit andere films. Ontzettend jammer vind ik dat 30 jaar ervaring en inzicht op die manier ongebruikt blijft. Behalve dan door mijn medespeelster. En dat is een intelligent en een open meisje. Blij dat we zo'n interessante filmdag hebben mogen meemaken, neem ik afscheid van u. Volgende week, Paul Verhoeven live. Scheet van een knul. Scheet van een knul.
Hallo, met Chloé. Niet opnemen. Waarom niet? Niet opnemen. Ah! Morgen. Hey, wat zie jij eruit? Wat is er gebeurd? Beetje kater. Ik heb nog geprobeerd te bellen. Oh, was jij dat? We waren aan het repeteren. We? We? Repeteren. Hey, Phil. Ik heb je gemist, weet je dat? Ja. Waarom ben je zo cool tegen me? Hoe heet je ook alweer? Dan kan hij gewoon goedemorgen zeggen. Huh? Hij herinnert zich niks meer van het interview. Ja, dat is makkelijk. Zullen we wat gaan doen? Even zitten. Even zitten. Even zitten. Die lens zegt niet uit. Kijk, het verget gaat. Goh, mooi. Met je handen op het meisje aan het waaien! Dat ze zich kunnen permitteren. Je kan ze toch niet ontslaan. Ik blijf van een baby zitten die een hele kleuterklas op de pop moet helpen. Ik ben het spuugzat. Ja, misschien kunnen we een paar overshoulders met Gert maken. Otto, zeg het maar. Ik weet het niet meer. Ik heb geen overzicht meer. Doe maar met me wat je wilt. Ik weet het niet meer. Omdat jij denkt en ik voel. En je moet voelen, Otto. Voelen, voelen, voelen. Als je mij nou eens een keer laat denken en jij speelt met gevoel, dan krijg je zo'n film. Een man als Paul Verhoef, ja, heeft wel respect voor zijn acteurs. Nou, wel een regisseur. Nog te discussiëren. Ga draaien. Je kunt toch wel een beetje creativiteit opbrengen? Draai een scène zonder Gert. Oh, graag. Verander het scenario, maar ga draaien. En actie.
nou. Blijf jij hier even buiten, ja? En wil jij niet met privézaken bemoeien? Snot! Duitsland is ingetrokken. Otto, waar staat er in het schrift dat ik vast kom te zitten in een vuilnisemmer? Of heb je dat soms van Beckert gestopt? Kom. Zie je wat? Wil ik hier blijven? Ja, wat geeft het uit? Jawel, jij laat mij vallen als een baksteen. Wat komt u doen hier? We komen de boel sluiten. De nooddeuren staan geblokkeerd met rotzooi. Nou, haal die post even weg van die nooddeuren. Zeg die ook nog wat? Ik niet. Ik verlies mijn arbeidsvreugde als ik iedereen achter zijn broek moet zitten. Ik ben er even aangenomen, jawel. Dames en heren, mag ik even uw aandacht voor iets belangrijks? Ik heb door een vriendje van mij een paar filmfragmenten achter elkaar laten zetten. En ik zou het zeer op prijs stellen als we er allemaal even samen naar keken. Kijk maar. Hier, zoiets. Wat dacht je daarvan? Evident, dit. Iedereen gezien? Gewoon, ordinair, plat, jatwerk. Er zit niets origineels in deze hele film. Niets. En daar krijg je moeilijkheden mee, Otto. Copyright. Misschien wel eens van gehoord. En ik zeg hier en nu dat mijn naam van de credits gaat. Want deze film is gefinancierd op mijn naam. En dan krijgen we dit. Praat maar verder met mijn advocaat. Mag ik even? Dat zijn mijn requisieten helemaal niet. Het is voor de volgende productie. Ze zeggen dat ze morgen gaan beginnen. Ik heb niet gezegd dat we uitlopen. Moet even bellen. Zoals ik al zeg, Otto, ik ben weg. Ik zit in de kleedkamer. Ik kom niet terug voordat ik keiharde flappen zie. Geld cash in het handje. Toch, nou het dan. Hou het toch eens op, man, met de gezeur. Ik zeur. We gaan het zeuren. En het zeiken de hele dag al. Terwijl je het meeste verdient van de hele set. Doe gewoon je werk. Stilte! Draaien. Geluid. Loops. Camera. Ik druk deze knop niet in. Als jij die knop niet indrukt, zit hij binnen een uur een nieuwe cameraman. Reload geluid. Goed, ik vind het een heel goed idee dat je mij eruit gaat, maar ik vind het nog beter als je... Ik wil de discussie helemaal niet op de set. Haal die hond weg, man! Zet vrij. Geluid. Loopt. Camera. En actie. Wat doe jij nou? Actie? Stop! Ja. Hey, ho. Waar loopt u naartoe? Gebruik Adelsonsmeer. A-D-A-L. Adelsonsmeer. En diverse modekleuren. Ja.
Morgen is de grote dag, no? Dan is het erop of eronder. Hier spreekt Boy. Komt u morgen kijken bij de snelwandelwedstrijd? Denk bij Boy. Ruime douchegelegenheid voor de deelnemer. En eet een hamburger bij Boy. 1 gulden. Kom bij Boy. Weet je wat ik met zo'n meisje zou doen? Klinkt ouderwets, maar ik zou haar schaken. Dat vindt zo'n meisje leuk. Schaken, ja. Yes. Vulpsen, vulpsen. Thank you.
Doe dat dicht. Ben jij er mee bezig? Lang toestemming gegeven. Gewoon in het script. Ja, maar ik wil het niet hebben. Daar gaat het om. Hoe bedoel je, ik wil het niet? Ik sta niet in het platte Tiroler seksfilm te acteren. Tiroler seksfilm? Sneeuw in de woestijn. Wie heeft dat in godsnaam bedacht? Ik niet. Dat zijn de jongens van de volgende productie. Brief van meneer Jansen. Brief van meneer Jansen. Wat is het verhaal in deze film? Wat is het conflict? Conflict genoeg lijkt me. Wat mij ergert in deze film, dat zijn die twee lagen. Alles is gejat. Waarom luistert er niemand naar mij? Otto, Otto, je bent een rat. Je stilt en snuffelt alles bij elkaar. En dat komt in je eenheidsworst. En je wilt hebben. Hebben, man. Hebben wil je. Waarom ben je acteur geworden je niet kan geven? Je krijgt helemaal niks, omdat je je mensen gebruikt als proefkonijnen. Die zoon van mij, die Sonny of die Sunny, hoe heet die? Die 7 jaar, staat 12 uur per dag op zijn benen. Dat is kinderarbeid. Kunnen we beginnen? Nee, we kunnen helemaal niet beginnen. Wat denk je dat de vriend zal zeggen van dat naakt? Ik zou het niet erg vinden. Wil jij er niet mee bemoeien, baby? Eruit, zeg jullie. We zijn nog niet klaar. Voor mensen. Jongens, move nou weg. Ik wil jullie niet meer zien. We zijn nog lang niet klaar. Pim, we gaan door op het moment dat je wakker wordt. En je beseft dat je gedroomd hebt. Het is dag. Stilte. Attentie. Licht en geluid. Nu. Ziezo. Goedemorgen. Morgen. En dan kan ik mijn hernia tillen aan zo'n billboard, hè? Ja, doe dan. Niet, nee, dat is... Oh, nee, 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 dat is nog veel te bloot. Veel te bloot. Iets anders, andere... Veel te bloot, Otto. Kom maar, neem een ander. Hey, Otto. Wat gebeurt er verder met ons in het verhaal? Ah, nou, hallo. Ah, ik begon er net een beetje in te komen. Zeg... Miel. Zie je? Dat ziet er goed uit. Dat bedoel ik. Brief van meneer Jansen. Nee, doe het mee.
Ik wil weten of het eerste stukje goed is. Je weet het, hè? Nee, dat kan beter. Dan moet dat shot met die hond over. Wel, nee, dat was leuk. Goed, dan hebben we hem. Gek, zeg dat hij niet meer samen met een lookalike in beeld wil. Oh, een echte boycott. Ik haat acteurs, ik haat het. Daar gaat het om. Nee, dat doe ik niet. Ik ja, nou zie ik ze weer. Nou, hem? Nee, dat zouden we niet doen. Maar ik nu. Hondskoning. 1-1 voor 1. Eerst die meneer dan. Thank you.
erop, hè? Stop! Die knaap is geschrift! Stop! 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 Nou, zal ik zeggen, ik had hem liever 3x4 gedraaid. Is het scherp? Ja, dat wel. Zijn ze duidelijk te zien? Ja, dat ook. Stop! Lijkt me prachtig voor de titels. Zeg, dingeling, hallo, even. Ja, stop! Loopt dat ding nou nog? Ja. Wat een verspilling van materiaal! Nou, dat kan je ook rustig zeggen. Zeg, wat is dat voor onzin? We draaien toch nog wel een tik? Die twee komen toch nog wel terug, of hoe zit het? Hè? Zet dat ding nou af! Stop! Goed? Niet? Ja.